Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging die ik van het pastoraal team mocht ontvangen om vanavond in uw midden te zijn. Het kwam ook praktisch goed uit, want pastoraalwerkster Marco Dijkman en ik hebben vanmiddag hier ook een kennismaking gehad met de vormelingen van Haaksbergen en Boekelo, die in januari in de Bonifatiuskerk zullen worden gevormd. Dus dat is een mooie combinatie, ook in deze dag. Heel graag ben ik vanuit Utrecht vanmiddag naar uw mooie Twente gekomen voor deze avond. In deze oktobermaand mag ik maar liefst 5 keer met Maria op stap, om het maar even zo uit te drukken. En zoals gezegd, we beginnen in Rome. Wij zijn allereerst een geloof van het woord. Dit heb ik nodig om naar de oudste voorstelling van Maria en Kind te gaan. We zijn nog steeds in de catacomben van Priscilla. En u kijkt nu naar een plafond. We staan met elkaar hier nu op een uitgegraven gangenstelsel. Hier ziet u nog een leeg graf, wat hier zo dan links zich bevindt. En we kijken naar het plafond. En u herkent, denk ik nu, die staande herder met dat schaap op zijn schouder. Met die twee schapen erbij. Is het te zien? Het is in stukwerk aangebracht, maar door de eeuwen heen is het afgebladderd. Maar deze herder is later aangebracht over een fresco, een nat geschilderde muurschildering. En dat ziet u hier rechts. Maar de figuren liggen nu voor ons. Ze zijn anders geschilderd. Dit is anders aangebracht dan dit. En hier ziet u mogelijk de oudste Maria met kind. Een vrouw met een lichte sluier. Ziet u het stipje over het scherm gaan? Ja, anders doet dat van niks. Precies. Ja. Is dat zo wat? Voor haar naakte baby. En het kind kijkt ons aan. Hier ziet u de ogen. En het kind krijgt de borstvoeding. Maria is, deze vrouw, is gezeten. Bij haar staat een kleinere persoon, een man. En die maakt met zijn rechterarm een gebaar en hij wijst. U ziet zijn wijsvinger. En hij wijst. Maria is hier voorgesteld zoals de voorname Romeinse vrouwen werden voorgesteld. Mevrouw, hartelijk welkom. Dank u. Maria wordt voorgesteld als was ze een soort prinses. Nou, ze zit hier met een prachtig goudkleurig gewaad. Een heel beroemd voorbeeld daarvan is in het huidige Istanbul, wat door keizer Constantijn gesticht werd als Constantinopel. Het Rome van het Oosten. En daar heeft eeuwenlang de grootste kerk van de christenheid gestaan. Die staat er nog steeds, maar is geen kerk meer. De Hagia Sophia, de heilige wijsheid. En de wijsheid is dan Christus. In de apsis van de kerk, dus boven het altaar, waar de geloofsgemeenschap naar opkeek, daarin in goud, dat symboliseert de hemel, een troon in de hemel waarop de moeder gods helemaal in dat keizerlijke purperen onder andere naar Tjester gooit. En zij wordt genoemd de koningin van Polen. Zeg het goed, hè? Het is een icoon uit de 13e, 14e eeuw, het type Modigetria, Maria wijst ons de weg naar Christus, de leraar, die het spreekgebaar maakt en de schrift in de hand heeft. Maar we zien hier ook de zwarte Madonna. Dat gaat meer en meer gebruikelijk worden. Deels hier de aartsengel Michael, die komt aangevlogen met de speer, een andere stok met de zure wijn, de nagel van het kruis, en Gabriel, de aartsengel met het kruis. Maar de passio, het lijden, heeft in ons woord, in ons leven niet het laatste woord. Uiteindelijk zal het ons doorleiden naar Pasen. En de icoon is ook op een zoonbare en men zal hem noemen Immanuel. God met ons. Hier is God Christus Immanuel verbeeld. Een enkele Oosterse icoon te zien. Maria gaat ook verschijnen op dit type iconen, de voorspraak.
De Jezus, zeggen de Oosterse christenen. Christus in hemelse heerlijkheid, na zijn verrijzen in zijn hemelvaart, op een hemelse troon. En wie staan dan bij hem? De moeder Gods en Johannes de Doper. Dat zien we hier. De hemelvaart. Christus, die op een wagen ten hemel wordt opgenomen. Hier de zon en de maan. Het mozaïek uit de 12e, 13e eeuw. In de absis Christus in hemelse heerlijkheid, de verrezen Heer, en direct onder hem Maria met kind, te midden van de engelen en de apostelen. Meer en meer wordt trouwens blauw op die kleur van Maria. Dat Maria als een bruidegom, als een bruid, zit naast de hemelse bruid. In Utrecht in het Katharijnenconvent, een West-Duits altaarstuk. Ziet u een kerstpaneel. Maria heeft het kind nu helemaal in de armen genomen. Is een naakkindje geworden. En kijk eens, ze koest en knuffelt hem. Hij heeft hem vol. Datzelfde altaarstuk. Het bezoek. Inmiddels zijn de wijzen uitgedost als koningen. Waarom? Omdat ook weer het boek Jesaja spreekt over vorsten komen af op de luister van uw dageraad. En dragen de schatten en kamelen aan u af. In Nederland, onder andere, krijgen we de beeldenstam. Als gevolg van de reformatie. Heel veel altaren, glas- en loodramen, beelden worden in die beeldenstam vernietigd. Maar de beelden die gered zijn, zijn vaak Maria. Kruisbeelden of Maria. Dit is een van de meest beroemde in Nederland. Je moet er wel eventjes voor. Met de auto of de trein. Het is een bedevaart Maria. Echt een gotisch Mariabeeld. Ze is zo'n 500 jaar. Ja, de schilderkunst in de middeleeuwen laat prachtige voorbeelden zien. Jan van Eyck, dit wordt aan Jan van Eyck toegeschreven. Geschilderd rond 1435, 36 ongeveer. Een ander mooi heel klein paneeltje vind ik zelf. In het Katharijnenconvent, het is eigendom van ons bisdom, het is maar zo groot. In de middeleeuwen krijg je ook heel veel kleine devotiepanelen voor persoonlijk gebed. Zijn monniken of zusters of mensen die zich dat konden veroorloven. En ook daarin zit heel veel symboliek. Als je zo kijkt, denk je, ja, Maria, we gaan haar steeds meer haar zien, ongesluit. Het kind krijgt de borstvoeding. In de middeleeuwen komen er andere Maria-voorstellingen. En wel Maria als dochter van Anna. Staat niet in de Bijbel. En toch wordt de moeder van Maria Anna genoemd en haar vader Joachim. Polen, een hele bekende voornaam. Hoe komt dat? Er is onder andere een geschrift, niet Bijbels, maar wel uit de 2e eeuw. Dus heel dicht tegen de Bijbel aan. En daarin worden de namen van de ouders van Maria genoemd, Anna en Joachim. Ander type Maria-beeld wat gaat komen. De Schutzmantel Madonna, zeggen we daar. Dus ook een beeld van Maria, moeder van Monarcha. Maria met haar beschermende mantel, hè. We hadden het al gezien in Italië. Dus die komen ook. De Duitsers met name in beeld gaan dit zo afbeelden. En dat wordt ook bij ons in video een bekend Maria-beeld. U denkt, ach, wat lief. Toch? Maria met kind. Kind, kijk lief naar zijn moeder. Maar dit schilderstuk van de Duitse schilder Matthias Grunewald, van rond 1517, is een zijpaneel van de volgende. Schrikt u niet. Het is een van de meest heftige kruisigingvoorstellingen die we kennen. Christus lijdt heftig aan het kruis. En ik weet niet meer precies aan welke kant, deze kant of deze kant, zit zo'n zijluik en dat zag u net die Maria met kinderen.